Hallo allemaal, ik ben Rutger en het is donderdag 3:30, oftewel tijd voor een nieuwe video. Ik was van de week een beetje aan het speuren door de donkere hoeken van mijn YouTube kanaal. Oftewel video's van mij uit het stenen tuinperk die ik maar op verborgen of privé heb gezet, omdat ik niet echt wil dat jullie die zien. Wat je misschien niet weet is dat ik het YouTube kanaal ooit heb aangemaakt om er pianofilmpjes van mezelf op te zetten. En toen ik die video's zag, toen dacht ik, wow, ik ben echt heel erg veranderd. En tegelijkertijd dacht ik, hoe zou ik al die liedjes die ik toen had gespeeld nu spelen? Nou, en toen dacht ik nog een keer, ik denk heel veel op een dag, van wow, ik kan eigenlijk een soort duet met mezelf gaan zingen. Aan de ene kant Rutger heel lang geleden, aan de andere kant Rutger nu. Het klinkt waarschijnlijk allemaal heel erg vaag, maar als je het zo meteen ziet, wordt het je misschien duidelijk, misschien ook niet. Ik hoop het. Dus doe alvast een duimpje omhoog voor de duetten uit het verleden. Dan gaan we na de intro beginnen. Het is first day, first day. Donderdag is first day. Het is tijd voor weer een heel nieuw filmpje op first day. Op deze plek begon het eigenlijk allemaal. Op 10 september 2007 nam ik hier mijn allereerste pianofilmpje op. Ik speelde toen 9 Crimes van Damien Rice. Het is niet een heel erg bekend nummer, maar ik weet zeker dat een aantal van jullie het wel zullen kennen. Het was het allereerste liedje dat ik mezelf op de piano had leren spelen. Via YouTube trouwens, omdat het gewoon maar 4 akkoorden zijn. Het is best wel makkelijk als je zeg maar begint met piano spelen. Is dit wel een goed liedje om mee te beginnen? It's the wrong kind of place to be cheating on you. It's the wrong time for somebody new. It's a small crime, and I've got no excuse. Well, is that alright? Yeah. Is that alright? Ik vond het maken van die pianofilmpjes super leuk, dus op 10 januari 2008 uploadde ik mijn volgende video. En ik had blijkbaar de disco-stand van mijn kleurenlamp ontdekt. Want kijk zelf maar. Once or twice was enough and it was all in vain. Time starts to pass before you know it's your frozen. Al toen al iets met Frozen. Keep bleeding love. Keep bleeding love. Keep bleeding love. You cut me open and I. En toen was ik op 27 augustus 2008 weer terug. En ik zit net te kijken, maar volgens mij heb ik die outfit nog liggen die ik in die video aan heb. Oh, wat erg dat ik dit nog heb. Of nou ja, leuk eigenlijk, maar... Ik kan het nog steeds niet perfect. Na de Frey dacht ik blijkbaar, als ik dat kan, dan kan ik alles. Dan kan ik ook Beyoncé zingen. Dus ik had een cover geüpload van Halo. Ik zie je
You hit me like a ray of sun, burning through my darkest night. The only one that I want. Think I'm addicted to your light. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Maybe I can see your halo. Pray it won't fade away. I can see your halo, halo, halo. To your halo, halo. I can see your halo, halo. Maar ik doe wel een mooie piano solo nu. Dit was mijn muzikale tijdreis. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik vond het in ieder geval erg grappig om mezelf zo verlegen en best wel onzeker te zien. Piano spelen. Ik weet nog dat ik zo zenuwachtig altijd was. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel weer soort van mooi om te zien. Want ik had toen al een droom om YouTube video's te maken. Wat ik jullie hiermee wil meegeven is dat als je een droom hebt, en in mijn geval was het dan piano spelen of filmpjes maken, maar misschien heb jij wel je eigen talenten of wensen, geef gewoon niet op. Maakt niet uit wat anderen ervan vinden of anderen van denken. Je wil echt niet weten wat mijn vrienden van die pianofilmpjes vroeger zeiden. Maar al geloof je gewoon in jezelf en doet wat je leuk vindt, dan komt het vanzelf allemaal goed. Als je nou nog meer van deze oude filmpjes van mij wil zien, want ik heb er nog wel een aantal, dan zou ik zeker even een duim omhoog doen. Want bij elke 750 duimpjes zet ik een video in de beschrijving. Dus moet je daar even kijken, kun je daar even doorklikken. Dit was echt even een experiment, dus ik zou het heel tof vinden als je even een reactie achterlaat met wat je van de video vond. Nou, bedankt voor het kijken. Ik zie je heel graag volgende week First Day weer. Maar tot die tijd, stay fabulous. Doei! En dan nog één ding. Ik had laatst een raar pakketje in mijn postvak. Het zat gewoon ingepakt in papier. Alleen mijn naam erop. Geen afzender, geen brief erbij. Ik wachtte het uit.